deze nieuwe video. Vandaag heb ik een slecht video voor jullie. Ik ga jullie uitleggen hoe je met de slechtste telefoon of de beste camera ter wereld gewoon mooie foto's kan maken van je slijg. Het maakt niet uit hoe slecht je camera is of zo. Als je er goed van kan foto's maken, dan kan het met elke telefoon gewoon mooi. Dus ja. Je hebt eigenlijk alleen maar een slijgpaardje nodig. Iets waarmee je foto's kan maken en een mooie locatie. Ik ben hier bij Cindy en ik ga hier foto's maken. En voor de video begint, ik wil met deze video ook echt niet zeggen dat ik heel goed foto's kan maken. Ik wil jullie gewoon laten zien hoe ik het doe en hoe je gewoon mooie foto's kan maken met elke telefoon of camera. Dus ja, laten we maar beginnen. Als eerste moet je gaan kijken waar het licht goed is. Cindy, blijf staan. En als je er een echt dierbij hebt, even laten ruiken aan het slijgpaardje. Cindy vindt het een beetje raar dus. En nou ja, je gaat er gewoon neerzetten ergens. Cindy, blijf nou eens staan. Ja, oké, ik moet daar eerst heel even aan dit ding laten wennen. Nou, dit wordt zo'n beetje mijn fotopose. Zorg dat die scherp is. En dit kan je doen door op zeg maar, het paardje te tikken. Niet in het echt dat je zo gaat tikken, maar op je schermpje gaat richten op het paardje en dan gaat tikken. Ja, er komt nu wel een beeld van een foto waarbij het paardje scherp is. En nu komt er een foto in beeld van waarbij het paardje niet scherp is. Een foto kunnen maken waarbij het paardje onscherp is. Alleen daar was hij niet dezelfde pose bij de foto waarbij het paardje niet scherp is. Maar ja, dan kan je wel zien waarom het zo belangrijk is dat hij scherp moet zijn. Want anders wordt het echt een hele lelijke foto. Nou ja. Een beetje hoe je Cindy gaat vandoor. Hoe je foto's kan maken van je slijg. Nou ja, dit is dus hoe ik het doe. Misschien doe jij het wel heel anders. Laat even in de comments weten hoe jij het doet als je het anders doet dan ik. En ja, doei!